CNV Internationaal ondersteunt lokale vakbonden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in hun strijd voor fatsoenlijk werk. Dat doen we al meer dan 50 jaar. Vakbonden hebben in een hele hoop landen niet het recht om zich vrij uit te kunnen spreken. We hebben problemen met hun overheden. Dus als we daarin kunnen helpen mee beïnvloeden, kunnen we daar een belangrijke rol in vervullen. No hay la menor duda que el apoyo que hemos venido recibiendo a través de los años elevar el nivel de vida de nuestra membresía y en general de la clase trabajadora de nuestros países. In de textielindustrie in Cambodja zijn slechte werkomstandigheden, een laag loon en onveiligheid grote problemen. Workers are working in the bad working conditions. Some of workers are fainting because they are working hard and with the bad work environment in the factory. Partnervakbond CLC voert campagne voor de rechten van de textielarbeiders. In 2014 was er een staking waarbij een 500.000 textielarbeiders het werk neerlegden. De actie werd met geweld beëindigd, maar was niet zonder effect. Right now, the minimum wage reached up to the 140 for this year. If we compare 5 years, we have much increased salary on that. International partner is easy to put pressure to international brand. Before democracy, also in Indonesia, CNV already support us. CNV also have big contribution to have workers' rights, and as we have many succeed like social security. Helping technical, like how to negotiate with civil society, with the country, with the government, and it is already so succeed. Oui, quand je prends le Bénin, il y a des problèmes qui sont spécifiques au milieu. Bon, c'est des problèmes aussi dans d'autres pays aussi. Hein. Par exemple, la violence faite aux femmes, n'est-ce pas? L'emploi habité des jeunes, la responsabilité sociétale d'entreprise. Tijdens de laatste partnerconferentie ging de Colombiaanse vakbondsleider Julio Roberto Gómez Esquera naar de Tweede Kamer in Den Haag om kamerleden bij te praten over het vredesproces in Colombia. Allí lo que se va a firmar es un acuerdo para la paz, no es un acuerdo de paz. La paz no se firma, la paz se construye y se construye con justicia social, eliminando las enormes diferencias sociales entre quienes tienen todo y quienes no tienen absolutamente nada. C'est bien beau de parler, mais il faut avoir du concret. Et quand je vais venir ici à la CNV, je leur dirai que voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réussi. Voilà les bonnes pratiques pour en partager aussi avec mes autres collègues qui sont là, mes camarades des autres pays. Parce qu'on est ensemble, on est là pour défendre les intérêts matériels et moraux de travail, des travailleurs. Donc je ne vois pas pourquoi on ne soit pas ensemble.